Hallo. Vandaag een beetje een complexere om een keer aan te pakken. Vooral omdat er een aantal sprongetjes zitten tussen onze starts en de oplossingen die je hiervoor kan hanteren. Dus wat staat er hier het starts in? Anderen kun je vaak niet volgen en dat geeft veel onbegrip. Voorbeeld dat ik daar nogal eens bij geef is, vroeger in vergaderingen, je zat met 10 man in een ruimte, er werd over van alles wel wat gediscussieerd, je kent dat, vergaderingen, soms gaat dat ook echt wel een keer wel vooruit. En op een bepaald moment poneer je een idee in de groep waar daar alle 9 anderen naar u kijken met zo'n blik van was die er het afgelopen half uur bij? Wat voor een idee is met die nu hier op tafel? Het probleem is, als je niet beseft hoe dat jouw brein werkt en hoe dat je denkt, dan gaat er enorm in jouw cirkel van betrokkenheid, krijg je een enorm negatieve signalen rond je denkprocessen. Als jij de enigste bent in een groep van 10, dan ga je denken dat de fout echt wel bij u ligt. Dat zien we bij veel gesprekken, zeker bij de loopbaancoaching zien we dat. Want je voelt wel iets van binnen dat niet juist is, maar je kunt het dan nog niet pinpointen. Dus wij zien veel mensen, en ikzelf had het ook voor alle duidelijkheid. Ja, je gaat je eigen wat beginnen wegcijferen, want ja, je denkt dat uw ideeën totaal onrealistisch zijn en niet lijken te kloppen. Dus je gaat je lat systematisch blijven verlagen en je gaat proberen in dezelfde cadans te denken en te werken en te interageren als je collega's. Het probleem is dat dat echt in je cirkel van betrokkenheid is, dat dat heel uitputtend is, omdat jouw brein gewoon altijd naar andere antwoorden gaat springen. Of dat je dat nu wilt of niet, dat brein legt andere associaties, dat brein legt andere linken, dat brein gaat verder springen in de toekomst als het is voor het zoeken naar oplossingen. Dus wat de tip is, als je voor uitdagingen wil gaan, dan moet je heel goed nadenken. Ik denk dat een quote is van de baas van Virgin: If your dreams don't scare you, they aren't big enough. Je moet goed analyseren van de uitdagingen die je vandaag aan het oppakken zijn. Zijn dat eigenlijk wel uitdagingen? Of ben je door de jaren heen zo afgetopt dat je eigenlijk niet jouw eigen aan het challengen zijn? Dus een echte goede uitdaging moet je wel een beetje bang van zijn. Anders is het geen uitdaging die voor jou bedoeld is. Dus reflecteer voor de uitdagingen die deze week op de plank liggen of de komende weken op de plank liggen. Zijn daar grensverleggende dingen? Ben je daar wel een beetje bang om die stap te zetten? Dan is dat een heel mooie uitdaging voor in te groeien en in te leren. Als je geen een van die uitdagingen meer op de plank hebt, weet dan dat jouw hersenen, bij manier van spreken figuurlijk een rozijn aan het worden zijn. Dat je een honger aan het creëren bent voor je lichaam en dat dat vroeg of laat zich gaat wreken in burn-out, bore-out, jobhopping, continu zoeken naar nieuw werk in de hoop dat daar de voldoening zal zitten om altijd weer op dezelfde conclusie te komen van de bovenstaande zin. Dus denk heel goed na, wat zijn de uitdagingen? Zijn die challenging enough? Dus is dat echt wel iets waar dat je een grens verlegt? Combineer dit dan met de andere tips die gegeven zijn, er gaan er zeker nog bij komen. En dan zullen de puzzels wel beginnen vallen. En dan kan je een grote uitdaging aangaan samen met de collega's. Kan je de kennis van de collega's gebruiken om die uitdaging ook nog goed te fine-tunen en realistisch te maken. Dus onderschat niet wat je kan doen als je de echt grote uitdagingen combineert met synergie. Een van de vorige tips, hè, met synergie. En probeert samen met collega's echt grenzen te verleggen. Probeer elkaar bijvoorbeeld ook te vinden in een vergadering. Als 9 man raar kijkt, leg uit wat dat je denkproces was. Vraag feedback, zodanig dat je kan zoeken naar wat zijn de missing links. Zodanig dat we met onze team samen het volledige plan zien. Maar ook dat eindresultaat samen kunnen snappen. Dus, veel succes, zoals steeds. Als je ervaringen wilt delen, zeker doen. Als je vragen hebt, houd je ook niet in. Ik doe mijn uiterste best om ze zo goed en zo volledig mogelijk te beantwoorden. En tot de volgende. Doei.